13.912 toeschouwers. De supporters hebben ons wel door dik en dun gesteund. En dat is denk ik in deze fase van de competitie heel, heel, heel belangrijk dat ze het met elkaar blijven doen. Net als de 1-0 was ook de 2-0 een grote fout van onze kant. En daarna moeten we nog wat doelgerichter worden, wat meer killen, want we hebben echt grote kansen gehad, vind ik. Echt grote kansen, waarbij je gewoon uit moet lopen naar 3-4-0. Waar we moeten groeien, dat we na het winnen van de bal, die bal niet gewoon naar voren schieten. Uiteindelijk hebben we het overleefd. Al met al werd het voor ons met zeker goede dingen, maar vooral ook veel fouten. We zijn gewoon natuurlijk heel erg blij dat we hebben gewonnen. Welkom bij de persconferentie na afloop van PEC Zwolle Fortuna Sittard. De wedstrijd is geëindigd in een 3-1 overwinning voor de Blauwvingers. En daarbij waren 13.912 toeschouwers getuigen. Een onrustig begin van de wedstrijd. En voor ons ook een heel slecht begin van de wedstrijd. Ik vond ons, ik denk dat passief het beste woord is voor de beginfase. Met een hele domme rode kaart kon je met een man minder. Ik vind het wel knap hoe de ploeg met 10 tegen 11 partij geboden heeft. Kansen gecreëerd heeft, dan toch de 2-0. Net als de 1-0 was ook de 2-0 een grote fout van onze kant. Daarna een hoop kansen voor Zwolle en onszelf gezien. Gaat beide kanten op. Wij gaan meer risico nemen, hopen 2-1 te maken. Zij hebben kansen in de counter, hopen het af te maken met 3-0. We maken de 2-1, wat laat, maar ik denk dat we nu toch 7 te gaan. Blessuretijd en minuut of 2 reguliere tijd. Al met al werd het voor ons met zeker goede dingen, maar vooral ook veel fouten bij de rode kaart. De allergrootste is. Ik denk ook dat wij, het begon met vuurwerk, maar dat we denk ik uiteindelijk ook wel in de beginfase vuurwerk hebben laten zien. We hebben denk ik heel duidelijk gemaakt wat we graag wilden vandaag. En we wilden heel graag Fortuna vanaf de eerste seconde bij de strot grijpen. Ik denk dat dat ons op een goede manier is gelukt in de beginfase. Wat ook heel snel resulteerde denk ik in een mooi goed doelpunt van Mustafa. Ik denk wel uiteindelijk nadat Mustafa geblesseerd uitviel, dat we op dat moment moeite kregen met Fortuna. En met name op het middenveld vond ik dat we moeite kregen in het druk zetten. Ik vond dat onze grote vriend Teki heel vaak vrij kwam in de opbouw. En daarin vond ik dat we veel eerder hadden moeten uitstappen. Waardoor zij toch steeds weer de linie verder konden komen en uiteindelijk ons naar achteren konden dringen. Dan krijg je vlak voor rust de rode kaart. Dat gaf wel wat rust in ons spel, denk ik. Maar we hebben ook gepoogd in de tweede helft op zoek te gaan naar de 2-0. Uiteindelijk ook een rode kaart aan onze kant. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het heel lastig vind. Ik heb het net eventjes terug kunnen zien. Maar hij landt wel degelijk op het been van de tegenstander. En je kunt je afvragen of dat bewust is of dat hij gewoon zo uitkomt met zijn passen. Maar daar hebben we als het goed is hele deskundige mensen voor in Zeist momenteel die dat kunnen beoordelen. En die dat een scheidsrechter kunnen influisteren. Dus dat zal wel. Ik vind het niet handig. Maar toen moest het 10 tegen 10. En toen vond ik dat we eventjes moeite hadden om het goed te organiseren. Maar we zijn wel uiteindelijk ook, vond ik, die wedstrijd settelde zich weer. En ik denk dat wat George uiteindelijk ook terecht zegt, de wedstrijd allebei de kant op ging. Ik denk dat wij vrij snel nog de 2-0 maken natuurlijk al met Ilias. Ja, en daarna moeten we nog wat doelgerichter worden, wat meer killen. Want we hebben echt grote kansen gehad, vind ik. Echt grote kansen waarbij je gewoon uit moet lopen naar 3-4-0. Dat doen we niet. En dat vind ik het heel erg jammer, want Michael Zetter heeft vandaag denk ik een heel verdienstelijk debuut gemaakt. Dat hij in de eindfase nog een doelpunt tegenkrijgt. Waarin wij slordig aan de bal zijn, balverlies en waar we niet staan te dekken voor de goal. Maar uiteindelijk hebben we het overleefd. En uiteindelijk hebben we nog een doelpunt erbij gemaakt. En we zijn gewoon natuurlijk heel erg blij dat we hebben gewonnen. Zijn we opgelucht? Ja, we zijn blij dat we hebben gewonnen. Is de druk weg? Nee, want topsport is elke dag druk hebben. En we staan nog steeds op een positie wat gewoon niet is waar we willen staan met elkaar. Dus wat dat betreft hoeven wij niet op onze lauweren te rusten. Of moeten wij denken van, joh, we hebben deze wedstrijd lekker gewonnen. Ja, we hebben hem gewonnen, punt. Maar we moeten nu wel zorgen dat we doorgaan met elkaar. Dat we nog beter worden als team om uiteindelijk meer punten te gaan pakken. Want we staan gewoon nog heel dicht bij Fortuna, heel dicht bij ADO Den Haag en bij nog een aantal ploegen Emmen. En bij VVV. En als je daar weg wil komen uiteindelijk, dan zul je structureel punten moeten pakken. Dus is de druk weg? Nee. Zijn we opgelucht? Blij?
Ja. En dan gaan we hard aan werken om volgende week in de Kuip een goed elftal neer te zetten. En die daar punten kan gaan pakken, want we moeten punten pakken. Dat is en blijft het allerbelangrijkste. Bedankt voor de entourage vanavond, het was geweldig. Het vuurwerk had niet gehoeven, dat had gewoon ook op het veld gemogen. Dat is wel vervelend. Maar de supporters hebben ons wel door dik en dun gesteund. En dat is denk ik in deze fase van de competitie heel, heel, heel belangrijk dat we het met elkaar blijven doen. Dan sluit ik de persconferentie en wens ik jullie allemaal een fijn weekend. Okay.